In je examen werken voor goederen deel 2 van het ondernemersdiploma bij het CBR zit er onder andere de aslastberekeningen in. Hiervan krijg je minstens 3 vragen op je examen en is voor veel cursisten een struikelblok. Stel, we hebben een vrachtauto met een wielbasis van 6 meter. We hebben een lading van 12.000 kilo. De vrachtwagen zelf weegt vooras 5.000 kilo en achteras 3.000 kilo. Het gewicht van de lading op de vooras is 5.000 kilo en op de achteras is het 7.000 kilo. Waar ligt dan die lading in de laadpak? Om dat op te lossen neem je het gewicht van de lading en die vermenigvuldig je met de afstand van de lading naar het voorwiel. En dat moet gelijk zijn aan het lading die op de achteras rust. De lading achteras. Vermenigvuldig met de wielbasis. Nou, onze lading is 12.000 kilo keer de afstand die we voor hebben. Dat gaan we uitrekenen. En dat moet gelijk zijn aan het gewicht op de lading op de achteras. Op de achteras is die 7.000 kilo. En dat vermenigvuldigen met de wielbasis. En de wielbasis is 6 meter. Dan krijgen we 12.000 kilo keer de afstand aan de voorkant is 42.000. Om te weten wat nu die afstand aan de voorkant is, doe je 42.000 delen door 12.000 is 3,5. Dus de lading ligt 3,5 meter achter het voorwiel. Op onze e-learning vind je meer filmpjes over hoe dit principe werkt. We leggen je aan de hand van een paar simpele formules uit hoe je elke van die opgaves kunt oplossen. Ook heb je diverse examenvragen waar een gemenigheidje in zit. Daar gaan we ook verder op in bij onze e-learning, dat je niet in dat gemenigheidje trapt tijdens je examen.